Het dagelijkse leven in Oeganda komt weer op gang. Er is het begin van een nieuwe regering en de buitenlandse pers is er weer bij. Een rechtse conservatieve Zuid-Afrikaanse politicus deed een frontale aanval op de houding van bisschop Tutu. Twee als politieman verklede overvallers beroofden met succes een bank in Rosmalen. Goedenavond. Het nieuwe kabinet van Oeganda begint nu vorm te krijgen. Vandaag zijn in de hoofdstad, in Kampala, twee ministers beëdigd. De minister van Binnenlandse Zaken wordt Semo Gerere. Hij is de leider van de Democratische Partij in het land. En Wilson Toko is beëdigd als minister van Defensie. Hij zit ook al in de nieuwe militaire raad. En voor de internationale pers was het dan eindelijk zover. Trappelend van ongeduld hadden ze een week in buurland Kenia moeten wachten voor ze de grens over mochten naar Oeganda. En daar zagen ze een op het oog vredige hoofdstad Kampala, waarvan de staatsgreep nauwelijks meer iets te merken was. Maar verhalen waren er wel. Verhalen van ooggetuigen die vertelden dat ze aanhangers van Obote dood op straat hadden zien liggen. En over dodelijke slachtoffers in de straten tijdens de plunderingen, meteen na de machtsovername. In Kampala zijn wel veel militairen op de been. En natuurlijk kwamen de journalisten ook voor de nieuwe machthebbers. Die met die fraaie pet is Tito Okello, de nieuwe sterke man. En naast hem in het camouflagepak loopt Basilio Okello, die pleegde de staatsgreep. Tito Okello heeft verkiezingen beloofd. En nu komen ook de verhalen los over martelingen tijdens het bewind van de gevluchte Obote. Okello heeft de leiders van de politieke partijen vandaag dan ook verweten dat ze niet feller tegen die mishandelingen hebben geprotesteerd. Belangrijkste probleem voor de nieuwe leiders vormt nu het contact met de guerrilla-beweging. Dat is daar in Oeganda de NRA. Die NRA heeft vier jaar lang verzet tegen Obote gepleegd, maar voelt zich bij de vorming van de nieuwe regering nu gepasseerd. Een venijnige aanval was er in Zuid-Afrika op de zwarte bisschop Tutu, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, die een week geleden tevergeefs aanstuurde op een gesprek met president Botha. Die aanval kwam van de conservatieve partij, een rechtse groep die zich 3 jaar geleden afscheidde van Botha's nationale partij. Volgens de woordvoerder van die partij heeft de bisschop geen enkel recht om op te treden als woordvoerder van de zwarte. First of all, Bishop Tutu as a so-called political leader has no constituency whatsoever. He's never been voted into anything by any more than 10 people. Would you not concede that he is a leader of black people in South Africa? I don't believe him to be a leader. I believe he's a media creation. You don't believe that he has the support of black South Africans? You know, until we can put it to the vote, how can one claim support of a number of people? We live in a democratic country where the right to vote indicates a nation's preference, and Bishop Tutu is there by virtue of his church involvement, the major portion of which was with the South African Council of Churches, which we also found to be an organization which concentrates more on political matters than on matters such as social responsibility, which we expect from churches. Maar zwarte mogen niet stemmen, zo u weet. De Zuid-Afrikaanse minister voor openbare orde, Louis Legrangie, heeft verlenging van hechtenis bevolen voor de ruim 1300 mensen die werden gearresteerd sinds de invoering van de noodtoestand. Onregelmatigheden werden vandaag gemeld uit de omgeving van Durban en ook uit Soweto bij Johannesburg. Daar begon een boycott van de scholen. In de Brabantse plaats Rosmalen is de Rabobank vanmorgen overvallen door twee nep-politiemannen. Met een niet bekendgemaakt bedrag aan geld namen ze de benen. Woordvoerder Harmsen van de echte Rijkspolitie vertelt de toedracht van de bankoverval. Vanmorgen kort voor 8:30 kwam een vrouwelijke bankbediende zoals gebruikelijk hier de bank binnen. Ze is gewoon naar binnen gegaan en toen ze binnen was werd er aan de voordeur gebeld. Dat was nog voordat de bank openging.
Toen zag zij dat er voor de deur twee politiemensen stonden, althans mensen in een politieuniform. Zij heeft die binnengelaten en binnen ontpopten die twee mensen zich als overvallers. Ze eiste geld, maar ze kon de kluis niet openmaken, want ze was niet in het bezit van een sleutel. De tweede en derde bankbediende kwamen daarna binnen en de derde was wel in bezit van een sleutel en die heeft de kluis opengemaakt. Alle drie de dames zijn vastgebonden en de daders zijn met een hoeveelheid geld vertrokken. Waar naartoe, dat weten wij niet. We weten zelfs niet welke richting ze opgegaan zijn. Een van de schachten van de oude Beatrixmijn in Vlodrop, in Limburg, wordt geschikt gemaakt als diepzee-duikcentrum. Het ministerie van Economische Zaken geeft er een subsidie voor van 2 ton... omdat ook het bedrijfsleven en ook de wetenschap daarvan kunnen profiteren. De training van diepzeeduikers gebeurt normaal op de oceaan. En daar is men afhankelijk van dure schepen en ook van de weersomstandigheden natuurlijk. Een duikbedrijf heeft toestemming gekregen om het terrein rond de mijnschacht geschikt te maken voor dit werk. Boven de schacht komt een opblaasbare tentconstructie. Daaronder wordt een hijsinstallatie gebouwd waarmee een platform op en neer kan worden bewogen. In de schacht kunnen straks klokken, verlichtingssystemen en onderwatercamera's worden getest. En de training van duikers gebeurt dan in een rustige omgeving, in een ruimte die 750 meter diep is en een doorsnede heeft van 6 meter. Het duikcentrum zal eind september in gebruik worden genomen. Egypte en Amerika houden op dit moment grootscheepse militaire oefeningen op de stranden van de Middellandse Zee, ten westen van Cairo. Het zijn de grootste manoeuvres ooit door het Egyptische leger met Amerikaanse eenheden gehouden. Het is de derde keer dat Amerika oefent met een van de landen in het Midden-Oosten. En die oefeningen houden verband met de militair-strategische situatie rond de toegangen tot het Suezkanaal. Ethiopië en Zuid-Jemen stonden Sovjetbases toe in dit gebied tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. Soedan deed vroeger ook mee aan dit soort manoeuvres, maar liet na de jongste machtswisseling verstek gaan en onderhoudt meer vriendschappelijke betrekkingen met het anti-westers georiënteerde Libië van kolonel Gaddafi. Het zijn in Egypte maar 520 Amerikaanse manschappen die meedoen aan de oefening, maar ze brengen een aanzienlijke hoeveelheid modern materieel aan land. De oefening is een gemengde manoeuvre. Land, zee en luchtstrijdkrachten voeren een schijnoorlog in de woestijn. Bij de landingen op de Egyptische kust ging ook wel eens iets mis. Amerika heeft geholpen met het aan land zetten van onderdelen van het Egyptische leger. Tijdens de manoeuvres wordt met scherp geschoten. De Amerikanen die meedoen aan de oefening maken deel uit van legeronderdelen uit Florida, die speciaal werden opgericht om crisistoestanden in het Midden-Oosten met zijn olievoorraden het hoofd te bieden. Meer of minder officieel wordt aan de Egyptisch-Amerikaanse manoeuvres ook meegedaan door het pro-westerse Oman en Somalië. De oefeningen duren 6 dagen. Twee Israëlische soldaten en 3 Libanezen zijn gedood bij gevechten in het zuiden van Libanon. En het is voor de eerste keer dat Israëlische militairen omkwamen over de grens na de terugtrekking van de troepen van Israël uit het zuiden van Libanon in mei. De woede en vuurgevecht in de door Israël uitgeroepen veiligheidszone, vermoedelijk met strijders van de Sjiïtische Amal-beweging. Er is toch iets mis met de neus van Reagan. Eerst werd gedacht dat een stukje huid, dat bij de Amerikaanse president is weggehaald, onschuldig was. Maar op een persconferentie vertelde Reagan wat er werkelijk aan de hand is. I heard some talk about possible, and they wanted to look at it for possible infection because of the irritation around there. But I did not know until this weekend at Camp David, I was informed that it had been examined. And it was indeed a basal cell carcinoma, which is the most common and the least dangerous kind. They come from exposure to the sun. Nancy had one removed above her upper lip some time ago. They're very commonplace. They do not betoken in any way that you are cancer prone. It is a little heartbreaking for me to find out, though, because all my life I've lived with a coat of tan.
dating back to my lifeguard days. That's why I didn't have to wear makeup when I was in movies. But now I'm told that I must not expose myself to the sun anymore. 10 over half 11, we zijn toe aan het nieuwsoverzicht. De spoorwegen gaan drank verbieden in de treinen die voetbalsupporters vervoeren. De maatregel gaat in over 14 dagen bij de nieuwe competitie. Zo wil NS agressie en vernielzucht tegengaan en de spoorwegpolitie zal streng controleren. Minister De Koning wil dat de sluiting van de Shell-raffinaderij op Curaçao tot eind november wordt uitgesteld. In de tussentijd moet opnieuw worden geprobeerd met Venezuela om het bedrijf open te houden. De minister, die vandaag de Tweede Kamer op de hoogte bracht, vertrekt morgen naar de Antillen om daarover te praten. Shell heeft laten weten dat het niets voelt voor uitstel. Een vreedzame herdenkingsbijeenkomst op een kerkhof in Santiago werd door de Chileense veiligheidspolitie uiteengejaagd. De rouwende menigte herdacht de 3 communistische leiders die in maart van dit jaar werden vermoord. Vrijdag werd bekend dat de politie de hand heeft gehad in de moordzaak. Bij het kerkhof arresteerde de politie tientallen mensen. 'S Ochtends vroeg, tijdens een razzia, was al een aantal leden en aanhangers van de communistische partij opgepakt. De Nederlandse ambassadeur zal nauwlettend volgen hoe het verder gaat met de Surinaamse student die tevergeefs heeft geprobeerd onderdak te vinden in de ambassade in Paramaribo. Hij wilde een Nederlands paspoort, maar hij was opgepakt wegens opruiende taal tegen de Surinaamse overheid. Onder begeleiding van een ambassademedewerker heeft de man zich weer gemeld bij de Surinaamse justitie. En die heeft verzekerd dat hij correct zal worden behandeld. En opnieuw was het vandaag een heel slechte dag voor vakantievierders. Het KNMI had gewaarschuwd voor harde wind tot kracht 9. Dit vooral voor kampeerders en mensen op het water die de nodige voorzorgsmaatregelen moesten nemen. Het werd minder erg dan was voorspeld, maar desondanks was het bar en boos. Zulk slecht weer is zeldzaam voor deze tijd van het jaar. Het weer dus van 5 november 1985. Hier is John Bernard. Op mijn kalender stond vandaag 5 augustus. Maar ik begin er echt aan te twijfelen. U moet zelf ook maar eens kijken. Het weer was toch echt meer in oktober, november op zijn plaats. Met die storm en die vele regen die we gehad hebben. Echt in mineur. Het KNMI had gisteren al heel vroeg gewaarschuwd voor een windkracht 8 à 9. Stormachtige wind tot storm. En het is uiteindelijk vanochtend 9 langs de kust geworden. De grote boosdoener was dit laagdrukgebied. In die sterke westelijke stroming is het snel de oceaan overgestoken. En morgen verwachten we dat het boven Zuid-Zweden zal liggen. Er stond eerst een zuidwester storm en vanmiddag draaide die wind naar het noordwesten toe. Een groot gedeelte van West-Europa heeft dit hele slechte en kille weer. En zoals gebruikelijk in het zuiden weer dat prachtige zomerse weer. Laten we eens even kijken op de satellietfoto van 800 kilometer vanmiddag in de buurt van Nederland. Als u kijkt, hier ligt Nederland. Dan net ten noorden van ons, dan ligt hier de kern van dat lage drukgebied. Met daaromheen een hele spiraalwolk met zeer slecht weer. Die kern loopt dus verder naar het noordoosten weg. Op dat moment, laat in de middag, zaten nog veel buien boven Nederland. En pas tegen de avond kwamen er wat gaatjes in. Laten we eens kijken op de satellietfoto van heel Europa. Die is genomen vanaf 36.000 kilometer boven de evenaar. Ook op die grote overzichtsfoto zien we prachtig die spiraalwolk die het weer in heel West-Europa en Zuid-Noorwegen en Zweden bepaalde. Zoals we dagelijks zien blijft het ten zuiden van de Pyreneeën en de Alpen zonnig. Maar ook in Oostenrijk, Tsjechoslowakije en Hongarije was het mooi zomers. Nu terug naar ons land voor het weer van dinsdag. Morgen gaat die wind met het wegtrekken van dat lage drukgebied geleidelijk afnemen. Vannacht denken we nog steeds aan een windkracht 8 in het Waddengebied en 6 voor de rest van de kust. Maar morgen overdag gaat die 8 hier, die gaat afnemen tot een windkracht 6. En elders op de kust komt een windkracht 4 te staan. Blijft noordwest. Het weer is nog wat mager. De temperaturen zo 17, 18 graden, te kil nog. Er blijven buien voorkomen. Meestens in de oostelijke helft van het land, maar hele schijnse opklaringen. En dan wat verderop. Nu lijkt het erop of woensdag even een kleine adempauze komt. Het wordt zeker nog niet zomers, maar misschien iets beter. Daarna in de week steken weer depressies de oceaan over
en het bleef wisselvallig weer. Einde van dit 10:30 journaal. Een prettige avond verder.